Oké, guys, ik ben in de keuken op dit moment. Ik ga jullie even laten zien hoe ik een gemberzoek maak. Het licht is hier anders, maar maakt niet uit. In ieder geval, wat je nodig hebt voor... Dit is een gemberzoek à la Yoki, oké? Dit niet. Yeah, boy. Dus het is niet just ginger and water. Nee, ik maak er gewoon iets sappigs van, oké? Dus wat je nodig hebt is een stuk gember. Ik gebruik citroen. En ik gebruik ook meestal een sapje. Let niet op die vlek daar. Ah! Whatever. En een sapje naar keuze. Dit is Healthy People Blauwe Bosbes Framboos. Oké. Dus het is een gember shot. Maar ik maak er een soort van juicy mix van. Zodat het een beetje smaakt. Dan alleen naar gember. Want gember is best wel sterk en peper. Dus ja. Eigenlijk niet zo lekker. Maar het is zo goed en het maakt je skin glowing. What the hell maak ik hier klaar voor? Luister, als jullie dit recept hebben geprobeerd, het is van mij, oké? Okay? Het is mijn recipe. Let me know. So, let's see, oké? Okay? Oh ja, we gaan het... En je hebt een blender nodig. Ik ga dit blenden. Gooi het allemaal in de blender. En, oh, misschien doe ik ook een beetje honing erin. Oké, okay, guys, ik film het even zo. We gebruiken een halve citroen. What the fuck? Wat is mis met deze citroen? Never mind. Ik ga... Dit is echt ghetto. Dit is echt ghetto, oké? Okay? Ga beginnen. Oké, okay, ik pers dit. Zo. Ik ga niet het hele stuk gebruiken. We doen gewoon de helft. Ik zal dit weghalen, want ik weet dat jullie je daaraan irriteren. Ik ga een stuk op mezelf pakken. Dit is een ghetto, oké? Okay? Dit zo. Oké. Okay. Je schilt ginger, like this, like this. Dat niet op mijn mes, hij heeft veel meegemaakt. Nobody gives a fuck. Zo. Blender. Dit doe je erin. Citroensap. Hup. Je sap, de juice, other juice. Wat ik er ook in wil doen. Dit doe ik er trouwens ook in. Kijk, ik ga er ook turmeric in doen. Dit is biologische gemalen. Hallo? Ja, juist. Geelwortel. Gemalen, dat doe ik er ook in. Niet te veel doen, want dat is vies. Zo, so, that's enough. Nou, more. Oké. Okay. En ik ga het zo. En ik ga er ook een beetje honing in doen. Gebruik wel biologische. Dit is gewoon een troep honing. Maar ik doe echt een heel klein beetje. Zo. Je kan het ook gewoon met water doen. En dan ga ik dit mixen. Je kan er ijsklontjes in doen. Water, whatever you want. But... I'm gonna do it simple. Nou, ik doe er wat ijs in. Oké, okay, it's basically geen shot meer. Het is nu gewoon een lekker sapje. Ik weet niet. Zo, so, it's mixed. Oké, okay, dan doe je het alles erin. Bam, that's it. Zo. So. Rietje bij, zeker, yummy. And that's basically it. 10 out of 10, oké. Okay. Als ik straks druk begin te doen, weet je wat komt. Because I have my vitamins. Als ik een man heb, ik ga dit voor mijn husband maken. Hij gaat zo blij met me zijn. Hij gaat zeggen, oh my god. Oh my god. Who are you? Stop it. Get some help. Ik spoor nu, ik weet het. In ieder geval, nu ik toch hier sta, ik denk ik ga gewoon lekker met jullie lullen. Ik weet niet of mensen het weten, maar ik woon dus nu al bijna een jaar op mezelf. Er is zoveel in mijn leven veranderd. Echt veel. Ik werk nu ook fulltime voor mezelf. Voorheen werkte ik als beauty advisor. Ik had dus een, eigenlijk een fulltime baan. En nu werk ik volledig voor mezelf. En dat was wel een hele switch, want ten eerste, ik heb altijd
eigenlijk gewoon thuis gewoond bij mijn ouders. En het was druk. Wat de hel? Mijn haar blijft vastzitten aan mijn nagel. Never mind. Ja, dus ik heb best wel grote veranderingen meegemaakt het afgelopen jaar. En ik heb ervoor gekozen om een beetje meer naar binnen te keren. Wat rustiger te worden. Want ik wilde mezelf leren kennen. En ik moest wennen aan de grote veranderingen. Dus bijvoorbeeld... Ik heb altijd een kamer gedeeld. Ik ben gewend om wakker te worden in drukte, herrie en met veel mensen om me heen. En nu was het ineens van, oké, je gaat van een warm, druk huis naar ineens, boom, dat je ineens op jezelf woont en dat je alleen bent. Dus dat was sowieso voor mij een hele grote verandering. En ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht dat ik het heel moeilijk zou vinden. En ik heb ook wel dagen gehad dat ik misschien een beetje emo was. Want ik denk van ja, weet je wel, op de zaterdagavond of zo. Dat je dan denkt van oké, ik zit hier dan in mijn uppie bijvoorbeeld. Die dagen heb ik gehad. Maar ik vind het super relaxed. Ik kan doen whatever the hell I want to do. Het is niet dat ik wild ben of zo, dat niet. Maar gewoon, ik heb nu gewoon alle tijd voor mezelf. Ik word wakker, het is rustig. Mijn broertjes en zusjes gaan kijken en ze weten precies van waar ik het over heb. Eigenlijk is het moraal van het verhaal is eigenlijk dat ik heel veel dingen heb geleerd doordat ik tijd had voor mezelf. En misschien ben je aan het kijken en denk je van ja, ik zit in dezelfde situatie als jou. Ik ben ook altijd gewend mensen om me heen te hebben of mijn leven met iemand te delen. En nu is ineens de situatie voor jou veranderd waardoor je ineens alleen bent. Ik wil je zeggen, girl or man, I got you. Het is oké om alleen te zijn. Het is oké om niet zoveel vrienden te hebben. Het is oké. Het is oké. Het is belangrijk dat je jezelf leert kennen. Neem de tijd daarvoor. Ze zijn toch wel bang om echt zichzelf te leren kennen en om hun ware zelf te zijn. Omdat ze zijn gewend wat een ander hun heeft aangeleerd. Ik moest bijvoorbeeld alles... Ik moest gewoon echt compleet transformeren, om maar zo te zeggen. Ik moest afscheid nemen van de dingen die mij zijn aangeleerd. Want sommige dingen, daar kunnen je ouders niks aan doen. Want zij hebben het ook weer geleerd van iemand anders. Maar sommige dingen past gewoon niet bij jou. En dat had ik ook. En ik dacht ook op een gegeven moment van oké, maar nee, ik wil vrij zijn. Ik ben iemand die vrij wil zijn. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Op school word je aangeleerd om bijvoorbeeld... je wordt eigenlijk opgeleid om voor een ander te werken. Maar ze leren jou niet dat je ook zelfstandig kan zijn. Dat leren ze je niet. Ze leren je alleen eigenlijk dat je voor een baas gaat werken. Voor dat soort beroepen. Dat leren ze je al vanaf de basisschool. Terwijl ik eigenlijk altijd zoiets had van nee, ik ben een ster. Ik hou van creëren. Ik ben creatief. Bla 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 bla. Dus eigenlijk moest ik helemaal dat systeem moest ik er gewoon helemaal uithalen. In ieder geval, wat ik hiermee wil zeggen is dat het oké is als jij in dezelfde positie als mij zit. 1. Je bent vrijgezel. 2. Je hebt grote dromen en je bent gewoon fully focused op je dromen. 3. Je doet gewoon wat je wilt. Oké, je ziet eruit zoals je wilt, je doet wat je wilt, je zegt wat je wilt. Je staat achter jezelf, je hebt zelfvertrouwen, je gelooft in jezelf. En mensen gaan jou niet begrijpen. En dat moet je accepteren. Uiteindelijk gaat er wel een grote groep jou begrijpen. Maar vooral de mensen om je heen, die zullen eerst denken van, waarom verandert het zo, bla 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 bla. Ze zullen eraan moeten wennen. Omdat hun mindset niet daar is. Maar ik wil je zeggen, echt, echt, echt waar, never give up on your dreams. En ja, mensen willen weten, mis je het niet thuis? Ja en nee. Ik zou niet weer thuis willen wonen, dat wil ik niet. Ik ben daar een beetje uitgegroeid. Ik hou van mijn familie. Ik vind het gezellig als we dan weer samenkomen en leuke dingen doen. Bijvoorbeeld op verjaardag of zo, dat soort dingen. Maar ik merk gewoon dat ik gewoon echt... nu even voor mezelf kies. Dat ik carrière wil maken. Dat ik wil ervaren hoe het is om je eigen keuzes te maken. Dat je geen rekening houdt met anderen. Maar gewoon puur voor jezelf. 100% voor jezelf gaat. Maar in ieder geval. Ik ben blij dat ik gewoon dit met jullie kan delen. Want
Mensen onderschatten, mensen zien vlogs en mensen zien celebrities en die zien alleen maar wat hun bereikt hebben. Maar het is echt niet makkelijk om daar te komen waar je wilt zijn. Letterlijk scheid hebben aan wat anderen van jou vinden. Want het is echt de mensen die dichtbij zijn, die zul je horen over van ja, je bent echt veranderd, dit, dat, zo. Terwijl de mensen die jou nog niet kennen, maar die jou zien, die denken van wow, wat een toffe meid. Snap je wat ik bedoel? Dat is het eigenlijk. Dus als jij zo iemand bent en je denkt nee, ik hou mezelf rustig, want ik heb veel haters, mensen, boze ogen, dit, dat, zo. Luister, zet je er overheen. Just go out there, shine your light. Want jij bent een inspiratie voor anderen. En dat gewoon, misschien denk je nee, maar luister, het is echt zo. Die foto die jij post, die ene zin die jij dat schrijft op social media of whatever. Het geeft iemand, het kan iemands dag maken. Het kan iemands leven redden, letterlijk. Oké? Dus rather be an inspiration for someone you don't know. Dan dat je je light dimt. Alleen zodat andere mensen niet jaloers bij jou worden. Period. Okay. Zo meteen naar mijn zus. Ze gaat koken. Ik ga gewoon even met mijn neefje spelen. Even quality time with family. Oké, guys. Ik ben thuis bij mijn zus. Gezellig met mijn neefje. Mijn gezicht zweet, want ik had een jas aan, terwijl het best wel warm is. Maar 50 degrees in Gila Bend right now. Ja. I don't trust the weather, but never mind. Dus nu ben ik een beetje zweterig. Terwijl, I have a gift for you. Close your eyes. Close your eyes. Oké. And I count to 3. 1, 2, and 3. Do you like gifts? Ja, dit is een cadeautje. Het is een cadeautje, ja, klopt. A special gift for you. What's that? What is it? Wow! Show me your gift. Show me your gift. Whoa. Whoa. Vind je het eng? Ja. Waarom? Zo, hij is eng voor dit. Zij de zon was heftig. Daarom zie je ons niet. Ik was stuk van jou. Kijk, je ziet alleen maar lachen. Ik ga stuk. Nou, ik ga niet echt veel koken of zo, maar we maken, of ik maak, lekker die aardappelroosjes waar je zoveel van houdt. Hey, ik heb wel mensen waar ik van hou. Kippertjes. Ja, nou, dan weet je als op date gaan, dat ze voor jou moeten bestellen. Grapje. Toch, dan kan niet wachten tot ik iemand heb, hè, fan. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten op die valies gaat vertellen, Thij, wat moet ik doen? Zijn voeten stinken! Ik ga stuk. Nou. Afwan. Afwan. Jokie. Oh, Jokie moet per se, of Tara moet per se twee auto's meenemen. Hij gaat met twee auto's. Luister. Ik ga dat niet sjouwen, hè? Ja. Succes. Oké, nou. Veel plezier, Tara. Doei! Doei, ik wil even een kusje. Nou, je hebt me gehoord. Doei! Zie je, Tara, je kan niet de auto hier meenemen. Oké. Wat ga je nou doen? Ik kom de auto. Zo, nee, je gaat uitkijken. Je kan hier niet rijden, hè? Oké. Nou, we gaan dus echt op reis. Hij zet de auto's in de boot. Oké, ik help je. Ik help je. Ik help je, niet mama, ik help je. Ik ben geen mama, ik ben hier. Ik help je. Oké. Ik help je. Hallo, mijn been.
Oké, guys, we zijn weer binnen en we gaan eten. Ik was hungry. Oh my god. Kijk wat ze voor me heeft gezet. Josie. Nou, mijn zus die wil dus een gevechtje doen. Ze wil spelen. Het is me versus her. Oké, ik ben blauw, team blauw. En zij is team... Wow. Zij is team rood. Oké, wacht, hoe werkt het ook? Oh, hier moest ik het toch? De achtste. Oké, let's go. Who's winning? Oké, Tara, die gaat zo. Hey! Moet je wachten, ik heb bijna gewonnen. Wait! Oké, Tara neemt het over. I'm gonna beat your ass. Let's go! Kom op, Tara. Kom op. Winnen. Kom op. Kom op, je kan het slaan. Hé, hey, je komt wel heel dichtbij. Wacht. Hey man. Winnen, Tara, winnen. Oh, you won. That was funny.